Goedemorgen allemaal. Zoek een plekje. Voorin zijn nog wat plekken vrij. Neem je koffie, thee gerust mee. Goed om de zaal weer iets meer gevuld te zien dan afgelopen weken door de vakantie. Ik hoop dat we een goede tijd hebben gehad. Maar het is fijn om jullie hier weer te zien. Ik heb ook een aantal gezichten gezien die ik nog niet eerder heb gezien. Ben je hier te gast vandaag, dan bij deze een hartelijk welkom. Fijn jullie hier te hebben. Misschien gaan dingen anders dan je gewend bent, maar laat het gebeuren. Voel je vrij, voel je thuis. Ook na de dienst zal er nog koffie zijn, dus dan kunnen we nog even bijpraten en kennis maken met elkaar. Dus welkom aan onze gasten. Ik heb hier een aantal mededelingen die ik met jullie delen wil. En de eerste vraag die ik heb is, wie was er afgelopen woensdag bij de picknick? Ik zie twee handen, geloof ik, maar de picknick ging dus niet door. Dus vandaar dat niemand zijn hand opsteekt. Maar komende woensdag gaan we het weer proberen. We hopen dat we dan mooier weer hebben. Dat we zonder regenjas kunnen picknicken. Dus komende woensdagavond picknicken met elkaar. Neem wat eten mee. Gezellige tijd samen. Waarin we gewoon op een leuke manier met elkaar kunnen connecten als familie. Dat als eerste. We hebben nog familienieuws. Dat is iets minder leuk nieuws. De man van Joke, die is afgelopen week plotseling overleden. Dat is sowieso al heel heftig. Hij komt oorspronkelijk uit Marokko. Daar zal hij ook begraven worden, komende woensdag. Joke is al vertrokken naar Marokko toe met de familie. Neem haar mee in gebed, bemoedig haar. Draag haar op aan God. In deze moeilijke tijd ook. Het is zwaar. Het overlijden is sowieso al zwaar, plotseling. Er gebeurt van veel, ook nog een internationale begrafenis, maakt het allemaal heftig. Dus neem haar mee in je gebed. Bemoedig haar, stuur een kaartje, bel er even op. Ik weet niet of ze helemaal bereikbaar zal zijn, maar stuur anders een bericht. Dat ze zich omgeven weet door familie. Dan hebben we nog een oproepje namens Robert Mook voor de opbouw. Dit is onze laatste dienst hier in kader 10. Hierna zullen we dus vertrekken naar de Watergoor. Maar we zoeken iets meer mensen in het opbouwteam. Hier gingen dingen anders dan daar. Dus er zijn nog een aantal mensen nodig. Mannen, vrouwen, tieners, jongelui. Maakt niet zo heel veel uit. Meld je even bij Robert. Je zit hier vooraan, de rode shirt. De knapste man van... mag je zelf invullen. dus dat. Opbouwers. Over de laatste dienst gesproken hier in kader 10. Dat is dus vandaag. Wij kijken wel terug, en zeker ik praat ook namens mezelf, op een hele goede tijd. We gaan hier weg omdat dingen wat moeizamer gaan. Maar de afgelopen jaren is God heel erg trouw geweest. Er heeft hij heel veel gekund de afgelopen jaren. We hebben echt Gods gunst ervaren. Hier in dit gebouw, over dit gebouw. Heel veel was mogelijk. We konden heel veel. We kunnen groeien. Geestelijk ook in aantal. En het draait natuurlijk niet om aantal, maar het is fijn als je hier met z'n tienen begint en er zitten wat meer mensen die tot God komen. Maar we hebben heel veel met God meegemaakt hier. Met de kinderen ook. Het hele gebouw hebben we gehad. Elke ruimte werd te klein. We zijn hier achteraan begonnen. Een leuk detail achteraan. Het bruine hokje zijn we ooit een keer begonnen. Bovenin hebben we gezeten, daar hebben we gezeten, buitenom. We hebben het hele gebouw gehad. Maar alles is te klein. Dus we moeten groter. En niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de normale diensten. We groeien uit onze jas. En dan hebben we een nieuwe jas nodig. En dat voelt misschien wat raar voor sommigen om je oude jas uit te doen. En die nieuwe jas zit nog niet helemaal lekker. Dat kan, maar daar groeien we ook wel weer in. Maar wat belangrijk is om te weten, God is trouw. En dat zal die blijven, want God verandert niet. En we zijn echt in Gods gunst gaan wandelen. En daardoor zijn we hier dus al jaren. En daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Voor Gods trouw daarin en Gods gunst. Dus ik sluit niet iets af zo van, het is gebeurd en prima en we gaan verder. Maar het is echt voor mij is dit echt een soort gedenksteen die we neerleggen. Om goed op terug te kijken.
positief. Want het was van God. Zo heb ik het echt ervaren. Dus allen bedankt voor jullie bijdrage hier. En ik hoop dat we ook met z'n allen in Watergoor gewoon doorgaan met onze groei. Geestelijk voornamelijk. Bij de koffie zal er iets lekkers zijn. Ook om het feestelijk af te sluiten. Dat gezegd hebbende. Koen, jij wilde nog wat delen? God spreekt mij al een tijdje toe op het gebied van aanbidding. En dan ervaar ik dat er met name de focus ligt op wie wij aanbidden. Want wanneer we liederen zingen of enig iets van aanbidding aan hem toewijden, dan denken wij aan, we zijn Jezus aan het aanbidden. En het is heel makkelijk om daar een beeld bij te hebben van Jezus de timmerman. Met zijn simpele oude kleren aan. De minste. Degene die bespot en vernederd is. Die geboren is in een stal. Maar die Jezus, die is niet meer. Dat is niet de Jezus die wij aanbidden. Dat was de Jezus die op aarde was in menselijke vorm. Maar de Jezus die wij aanbidden ziet er heel anders uit vandaag de dag. En ik wil een stukje aan jullie voorlezen. Het is Openbaring 1, vanaf vers 12. En het boek Openbaring, dat is de openbaring die aan Johannes gegeven is toen hij op het eiland Patmos gevangen zat. En hij was in de geest op een zeker moment en toen hoorde hij een stem tot hem spreken. Van joh, ik ga je een openbaring geven en ik wil dat je het opschrijft. En dan ga ik vanaf vers 12 lezen. En daar zegt Johannes, ik keerde mij om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik 7 gouden kandelaren. En te midden van de 7 kandelaren zag ik iemand die op de Zoon des Mensen leek. Gekleed in een gewaad tot op de voeten. En op de borst omgord met een gouden gordel. Zijn hoofd was en haren waren wit, als witte wol. Als sneeuw. En zijn ogen waren als een vuurvlam. Dan moet je even voorstellen, als ik dit zo voorlees, hoe dat eruit ziet. Zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. Hij had 7 sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste, de levende. Ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Dat is de Jezus die we vanochtend gaan aanbidden. Niet de Jezus in de kribbe, maar de Jezus met vuur in zijn ogen en een tweesnijdend zwaard uit zijn mond. De koning der koningen, de heer der heren. Hij is onze aanbidding waard. Dus ik wil je vragen, laten we gaan staan met elkaar. En Rob gaat ons in aanbidding leiden vanochtend. Maar houd dit voor ogen op het moment dat je je uitstrekt in aanbidding. Naar de heilige, de koning der koningen, de alfa en de omega, de eerste en het laatste. Hij die de sleutels tot het rijk van de dood heeft. En die de dood zelf in zijn macht heeft. Dat is de God die we aanbidden. Laten we hem dankbaar zijn voor wie hij is voor ons. En dat wij in vrijheid bij hem mogen komen. Koemar gaat het woord delen uit Psalm 95. Yes. Yes. En hij gaf aan dat hij er heel veel zin aan had. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst bidden. Trouw lieve God, Vader in de hemel. Dank u wel, Vader, voor de tijd van aanbidding die we mochten hebben. Dank u wel, Vader, dat we voor uw troon mogen naderen, Vader, om het woord te horen. Door de woorden heen van Koemar. Dank u wel, Vader, voor de voorbereiding. Dank u wel voor de tijd die hij met u mocht gaan zitten om deze psalm door te nemen en het woord te delen. En Koemar, ik zeg je, de woorden die je gaat uitspreken namens God de Vader. En Heer, ik wil u bidden dat we een open hart hebben, dat we open oor hebben, dat we luisteren naar hetgeen wat u vertelt en dat we daar echt mee aan de slag kunnen gaan. In Jezus' naam. Amen. Amen. Dankjewel. Goedemorgen allemaal. Welkom deze mooie zondagochtend. Mijn gezin is even niet compleet omdat ze thuis zijn. Dat is omdat Caleb
een beetje met koorts loop te kwakkelen, zeg maar. Maar ik wil eigenlijk beginnen met wel iets wat van thuis komt. En dat is een gesprekje wat ik vanmorgen nog had met Indy. En Indy Grace is onze 4 jaar oudige, oude dochter, oude jongen. onze kleine prinses. Het is gewoon heel mooi om 's morgens wakker te worden en even langs die kamer te lopen en zeggen, zullen we nog even knuffelen? En dan, ja, tuurlijk papa. En dan, toen hadden we een gesprek en ik zei van, ik mag vandaag spreken in de gemeente. En wat zou jij tegen de mensen zeggen als je ze iets van de Heer Jezus mocht vertellen, als je ze iets over de Heer God mocht vertellen? En voordat we de psalm ingaan, wil ik dat graag met jullie delen, want het raakte mijn hart enorm. En de psalmen die zeggen natuurlijk ook van, hey, out of the mouth of babes, uit de mond van zuigelingen, van kinderen, laat ik mijn grootheid zien, zeg maar. En die zei het volgende. Als ik dus iets mocht vertellen, dan zou ze dit vertellen. God houdt van jou. Iedereen is evenveel waard. Als je denkt dat je minder waardevol bent, dan ben je nog steeds waardevol. Iedereen is even knap. Want God heeft iedereen gemaakt. En als je je niet knap voelt, dan ben je het toch. Want iedereen is evenveel waard. God vindt iedereen de mooiste. Want God heeft jou gemaakt. En toen zei ze iets wat ze van het kinderwerk heeft meegekregen, die tekst. God heeft jou gevormd in de buik van je moeder. Je bent evenwicht. Toen keek ik haar even aan. Evenwicht? Ah, ik weet al wat je bedoelt. Je bent het evenbeeld van God. Toen zei ze, ja, inderdaad dat. En toen zei ze daarna, ja, er is nog iets wat je moet zeggen, pap. Toen Mozes op de berg... ik wil bijna een aantal minuten geven, maar dat heb ik niet gedaan. Toen Mozes op de berg liep, gingen de anderen een kalf maken en ze prijsden het. Mozes ging naar beneden en, hij brak het in stukken. Dat was heel goed, want hij hoorde bij de Heere God. Maar de anderen gingen zonder, het was een beetje een Indische zin, maar de anderen gingen zonder in het leven met God leven. Ze gingen zonder God leven. En Mozes die ging met God. Het is zo diep wat een kind gewoon kan delen zonder enige ballast of extra kennis van ja, maar de tekst zegt dit en deze vertaling zegt dat. Een hart wat gewoon uitgaat naar God. Een hart wat gewoon gevuld wordt met de liefde van God. Even veel waard. Je bent de mooiste van God. En als we dat horen van, hey, je mag hem gewoon vrijmoedig aanbidden, dan is dat wat we soms zo lastig vinden, om die reputatie los te laten. Ja maar, het moet er wel leuk uitzien. Ja maar, als ik hier echt uit mijn plaat ga, dan ga ik stinken. Dan ga ik zweten. Ik ben hier niet in de sportschool. In de sportschool kan ik lelijke gezichten trekken en gek doen. Daar hoort het, nou, misschien met God ook wel. Mag je ook gewoon helemaal vrij zijn. Vrij zijn om met hem te wandelen. En die wandel, daar gaan we het vandaag over hebben. Dus Psalm 95, als je een Bijbel bij je hebt of een telefoon bij je hebt, waar je een online versie hebt, wil ik je vragen om die ook erbij te pakken. Ik ga telkens zeg maar uitstapjes maken vanuit die psalm. Het zijn 11 versen. En ik heb ze opgedeeld in stukjes. En telkens zullen we dan even kijken van wat zegt die tekst nu en waarvan heb ik het idee dat God dit echt vandaag wil delen met ons. Want God is niet een God die alleen zeg maar een woord geeft en dat was relevant toen. Maar hij wil dat nu tot leven brengen in ons. En mijn verlangen is dat de Heilige Geest gaat bewegen op zijn woord. Zodat hij het koninkrijk zichtbaar gaat maken in ons leven. Zodat hij zelf zichtbaar wordt in al zijn facetten, in al zijn diversiteit. Of je hem al kent als genezer of niet. Als je teleurgesteld bent als in genezing bijvoorbeeld, dan bid ik dat hij zichzelf gaat laten zien. Heel persoonlijk. Dank u wel, Heilige Geest, dat u dat doet op uw manier. Dank u wel dat ik die druk ook niet hoef te voelen. En die wil ik ook op dit moment gewoon aan u geven. Heilige Geest, we stellen onszelf open voor u. Om ons aan te raken. En om in ons leven te spreken. En dank u wel dat als u spreekt, dat er leven voortkomt. Ik spreek leven en uw kracht uit over deze ruimte, over al deze mensen. In Jezus' naam. Amen. Boven de psalm staat, loof de Heer en wees hem gehoorzaam. En deze psalm lees ik vanuit de HSV. Kom, laten wij vrolijk zingen voor de Heer. Laten we juichen voor de rots van ons heil. Nou, ik denk dat we dat net hebben gedaan. Het eerste woord is het allermooiste misschien wel, omdat God eigenlijk zeg maar ons uitnodigt.
We kunnen eraan voorbij gaan van, ja, oh, waar gaat het eigenlijk over? Nee, kom, we mogen komen. We zijn zo bevoorrecht dat God in ons leven is gekomen. Ik weet niet hoor, maar ik was niet altijd op zoek naar God. Maar hij heeft me wel gevonden. Sommige mensen hier zaten diep in de put en weten dat ze er misschien niet hadden geweest als God had ingestapt. Sommige mensen hier wonen gewoon in een gezin met christelijke ouders en moeten elke zondag mee. En weten dat het niet normaal is. Dat er een vrede in je gezin kan zijn en dat er een relatie met Jezus is. Dat is niet normaal. Het is voor iedereen, maar het is echt iets heel bewust en iets heel waardevols. En God nodigt ons vandaag uit. Hij nodigt jou persoonlijk uit om intiem verbonden te zijn met hem. Laten we juichen voor de rots van ons heil. De laatste woorden heb ik gehighlight. Voor de Heere, hij is de Heer, hij is de koning. Hij is niet mijn homeboy, nee. God, er is een soort van eerbied. Maar hij is ook de rots van mijn heil. Hij is de vaste grond onder mijn voeten. Wanneer de golven tegen mij slaan, mag ik op die rots staan. En weet ik ook, oh, ik snap niets van de omstandigheden. Ik snap niets van deze gebeurtenis. Of dit, deze persoon, die is weggevallen. Ik heb vragen. En we hebben allemaal levensvragen. Maar diep, daar is die rots. En is zijn leven in mij. En heeft hij een vrede die ik niet kan verklaren. En weet ik dat hij nabij is. En die vrede is hier. Dus het is die twee dingen. We hebben meerdere redenen om hem te aanbidden. Hij is onze God. Hij is onze maker. Maar ook nog een keer onze redder. Laten we zijn aangezicht tegemoet gaan met een loflied. Het is grappig dat de Joden dat schreven. Want in de tijd van David. En ze vermoeden ook dat David deze psalm heeft geschreven. Omdat in de Hebreeën zeg maar, daar ook wordt naar verwezen. Daar was de tabernakel. En dat was een tempel. En er was een heilige der heiligen. En daar kon niet iedereen zomaar in de aanwezigheid van God komen. Toch schrijft hij hier. Laten wij zijn aangezicht tegemoet gaan met een loflied. Het is een bewuste stap. En ook vandaag, tijdens de worship, merkte ik weer. Hey, het is eigenlijk ook soms een oefening zeg maar, waar we beter in mogen worden. Om bewust hem te zoeken. Aan het begin van de aanbidding zat ik echt te huilen. Omdat ik gewoon voelde dat God zo dichtbij was. En hij sprak bepaalde dingen uit. Die mijn hart raakten. Toen op een gegeven moment zat ik te klooien met de microfoon. En met allemaal andere dingen. Ik zong dezelfde woorden mee. Maar ze raakten me minder. Omdat ik minder bewust was van zijn aanwezigheid. En zo kunnen wij zelf ook bewust zijn van zijn aanwezigheid. En wat er gebeurt als wij als gemeente, als mensen samenkomen in one accord, in overeenstemming, die in zijn aanwezigheid ingetapt zijn. Man, dat is zo bijzonder. En ik geloof dat God ons daarin nog meer wil aanscherpen en wil uitnodigen om dieper te gaan. Nog meer van kracht tot kracht, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zeg maar, te ontdekken wie hij is. Onder ons. Want dat wat we nu hebben meegemaakt, de grootste highlight die je misschien hebt meegemaakt, is niets als je tegenover hem staat en hem aankijkt. Koen deelde toch vanuit Openbaringen. Man, dat beeld, dat kan ik nog niet helemaal bevatten. Ik heb dat niet gezien. Maar God wil zichzelf openbaren, elke keer weer. Laten we voor hem juichen met psalmen. Weet je, Spurgeon die zei daar iets over van, ik ben bang dat heel vaak religieus zingen niet eens alleen zingen is tot God, maar dat het zingen is voor de toehoorders. En ik denk dat dat ook iets is waar wij zelf ook weer bewust van mogen worden van, voor wie zing ik? Hou ik me in? Ga ik voorzichtig zingen zodat mij niet vals is? Ga ik dit doen? Ik wil je vragen, laat de angst voor mensen los. De enige die wij voor ogen hoeven te houden, hier is Jezus. Ja? En als we Jezus voor ogen houden, als we voor hem uit onze plaat gaan, en dat kan nogmaals met emotie, met gebaren, met dans, maar tegelijkertijd is er ook ruimte voor die stilte. Als er alleen maar wilde aanbidding is, dan ben ik soms juist helemaal binnen aan het gaan, omdat ik hem wil ontmoeten. Dan mis ik hem in het lawaai. Ja? Dus dat is er allebei. Laten we voor hem juichen met psalmen. Soms zijn er dingen die God van ons vraagt, die we wegdoen als eigen gedachten, waardoor we dingen missen. En toen ik bezig was met voorbereiding, moest ik denken aan een moment dat we bij House of Heroes waren, de gemeente waar we dienden.
En dat ik daar voorheen stond en dat God tegen me zei, kom maar, draai eens rond. Met je handen wijd, draai eens rond. Ga eens rondjes draaien. En ik dacht, wat? Ik sta hier voorin, ik heb hier een rol, ik heb, doe normaal. Ik zei, oh God, sorry, dat mag ik niet zeggen tegen u, maar waarom zou ik dat doen? En toen ik dat ging doen, ik ging rondjes draaien. En ik deed mijn ogen dicht, want ik dacht, dan zie ik die mensen niet, dan maakt het niet uit. Ik ging gewoon rondjes draaien en zei, draai sneller, spring, draai, draai. En ik ging draaien en ik moest huilen van de vrijheid die ik ervoer. Het leek alsof ik zeg maar zo'n arend was. Huh? Jesaja 40, 29. They will soar like eagles. Ze zullen opgedragen worden door zijn genade. En op dat moment kwam die genade, terwijl ik dat gekke dingetje aan het doen was, en dan zou ik het nu weer doen, zeg maar, ervaar ik niet hetzelfde. Want toen vroeg God dat van mij. Toen ik reageerde op die gekke aansporing, ervoer ik een nieuw, alsof er zeg maar een luikje open ging. Wow, vrijheid. En er zijn ook momenten geweest dat ik heb gedacht van, nee, dit ga ik echt niet doen. En later voel je dan zo schuldig erover dat je denkt, ah, en God is genadig en hij wil verder gaan. Maar tegelijkertijd wil hij vandaag ook zeggen, vandaag spreek ik tegen je. Leg het niet weg. Het is een liefdevolle uitnodiging om binnen te gaan. Dus zelfs de gekke dingen. Een ander moment kan ook zijn dat hij een opdracht geeft. En ik weet dat er een aantal mensen uitstappen in profetie. En daar kijken we naar. Maar ik wil je vragen om je niet te laten beïnvloeden daardoor. Ja, ten positieve. Maar niet te gaan denken van, ja, maar dat is voor the happy few. Dat is voor een aantal mensen. God wil tegen elk persoon hier spreken. En dat doet hij op verschillende manieren. En als wij allemaal dat serieus nemen en allemaal daarin gaan bewegen, dan wordt het een soort van ongeorganiseerde orde na God. Want we zijn niet losse projectielen die alle kanten opschieten, maar we zijn geleid door de Heilige Geest. En daarin ontstaan supermooie dingen. Net zoiets als dat ik bijvoorbeeld een keer voorin zat en toen zei God, ga naar achter. En ik zag een plaatje van een mevrouw die blond was. En hij zei van, vertel haar dat het fout is gegaan, maar dat ik niet klaar ben. En dat ik met haar doorga. En ik dacht, ja, zo random, weet je, wie? En hij zei echt, de laatste rij, derde stoel. Nou, dus ik ging naar achter, laatste rij, derde stoel. En ik dacht, oh, ze zit daar echt. Oké, nou, daar moet ik er echt iets mee doen. En ik zei dat tegen die mevrouw, van, hey, mag ik iets met u delen? Ik heb het idee dat God iets tegen mij zegt voor u. En je moet het altijd checken, maar ze zei, oké, test het maar. En ze begon te huilen. En ik zei, wat gebeurt er? Wat doet dit met je? Ze zei, ik ben geopereerd en er is iets fout gegaan. Er is iets kapot gemaakt. Maar dit is zo'n bevestiging eigenlijk dat God te midden van de storm mijn rots is, erbij is en mij niet loslaat en verder gaat met me. Wat was er gebeurd als ik dat niet had gedaan? God had haar op een andere manier gevonden. Zeker. Maar wat gebeurt er nu? Er wordt aan twee kanten bevestigd en er wordt aan twee kanten gebouwd. Mijn vertrouwen in God werd groter. En tegelijkertijd denk ik ook, wanneer is de laatste keer geweest dat het hier is gebeurd? Hier in deze gemeente heb ik me soms toch echt geprobeerd om keurig te gedragen. Je bent nieuw. Als ik echt zeg maar ga gillen en zo, wat zullen mensen dan wel niet denken? Maar ik heb ook de stap gezet en gezegd van, ik hou van jullie allemaal, maar ik heb de scheid aan. Uiteindelijk zijn alle daden die wij doen gaan door het vuur. En worden onze motieven daarin gecheckt. En dat spreekt Paulus, die schrijft erover. Hè? En hij zegt van, hey, al die dingen die gaan door het vuur. Oké, alles wat van hooi, hout en al die andere troep is, dat haalt het einde niet. Dus dat wat ik hier doe, als ik hier in de kerk ben en ik hou me in, ja leuk. Maar heb je echt gegeven? Of zijn het precious stones? Zijn het waardevolle dingen? Zijn het goud en zilver, zeg maar, wat wel de doorheen gaat? Door dat vuur heen gaat en overblijft als een juweel voor God. En zo mogen wij zelf onze motieven checken. Zo mogen we de Heilige Geest daarin toelaten. En daarom wil ik dat ook hier zeggen. En als je dus volgende keer iets denkt van, oh, wat stinkt die jongen? Of wat zit hij te gillen? Nou, laat hem maar, want het is niet voor jou, het is voor God. Ja? We gaan door. In zijn hand, oh nee, vers 3. Want de Heere is een groot God. Ja, een groot koning boven alle goden. Er worden verschillende benamingen genoemd. Yahweh, El en Elohim. Hij is de koning, de allerhoogste. Waarom zou je dat drie keer zeggen? Je wil een punt maken.
Als jij zoveel herhaalt, wil je iets zeggen. Boven alle goden. In de tijd van Israël, in de tijd van David, waren er zoveel volken die overal verschillende goden voor hadden. Ze hadden goden voor de oogst, vruchtbaarheid, voor de zee, voor op land, voor in de bergen. Er waren allerlei verschillende goden die voor verschillende dingen stonden. Daarom was er in Egypte ook, waren er zoveel verschillende plagen. Wat God eigenlijk deed, is dat hij de vijand gewoon voor schut zette door al die plagen te laten zien. Door al die plagen te laten zien wie de sterkste is, wie de echte ware God is. Ja? Dat was een God van de kikkers. Wat gebeurde er toen die Nijl met bloed in plaats van water bloed was? Al die kikkers gingen dood. En het is heel smerig om over te praten, maar het laat wel iets zien dat onze God de God is boven alle anderen. Zijn majesteit wordt zichtbaar. Hij is niet gebonden tot een bepaalde plaats, want dachten sommige mensen ook, ja, onze stam heeft deze God. Denk maar aan de totempalen. Onze stam heeft dit dier. Hè? God is niet gebonden aan tijd of plaats. In zijn hand zijn de diepste plaatsen van de aarde. De toppen van de bergen zijn van hem. Hoe laag ook, hoe hoog ook, hij staat erboven. Van hem is ook de zee, want hij heeft haar gemaakt. Zijn handen hebben het droge gevormd. Hij is niet gebonden aan tijd of plaats. Hij heeft haar gemaakt, zijn handen hebben het droge gevormd. De Heer en meester over de hele schepping. En de mensheid, die roept jou vandaag, kom je. En ook de zeeën, die zijn geen uitzondering. Sommige mensen waren bang, want als je op de zee bent, dan heb je geen rots. Dan heb je geen vaste grond onder je. Daarom is het juist zo mooi dat Jezus Petrus uitnodigde op het water. Ik ben veel groter dan dat. Mensen zijn bang voor Neptunus of voor Poseidon of voor andere goden, de zeegoden. Want wat je onder je kan zien, daar moet je bang voor zijn. Dat is plotseling. Nee, ik ben daarboven. Heb je blik maar op mij en kijk maar naar mij. Ik moet ineens denken aan een beeld dat ik mezelf zag als kind in het water. Leunend, liggend zeg maar, drijvend. En waar ik eerst bang was voor haaien. Bepaalde haaien, bepaalde aanvallen, zeg maar. En dat God eigenlijk in dat beeld kwam en zei, kijk maar naar mij. En dat ik toen ging drijven en dat er helemaal niets gebeurde. Wanneer wij op hem kijken, dan gebeurt er zoveel om ons heen. Het is niet voor niets dat Johannes ook zei, hè? Zie het lam. Zie het lam dat voor de wereld is gekomen. Hij is voor de wereld, de zonde van de wereld is hij gestorven. Als ze dat weten, man, dan gaat er een pak van ons af. Vind je het gek dat je gaat drijven? Je gaat niet meer zinken. Want God tilt je letterlijk op. Dit gaat heel anders dan ik had voorbereid. En het oké. Ik moet alleen de tijd in de gaten houden. Begrip van zijn grootte helpt ons om hem op gepaste wijze te aanbidden. Want wanneer je hem ziet, dan ga je ook ontzag krijgen. Voor die grote God die tegelijkertijd zo dichtbij komt. Weet je, wij zijn heel goed in ontzag hebben voor mensen. Als ik op Instagram kijk, man, hoeveel mensen worden wel niet goats genoemd of legends genoemd. Het lijkt wel alsof er één voetballer gewoon een bovengemiddelde wedstrijd heeft. En dan is hij gelijk over de next goat. Greatest of all time. Oké. En we geven die mensen ontzettend veel status. Ja, dat klopt ook, want hij heeft echt geniale touch, goede paas en dit en dat. Drukt zijn stempel op elke wedstrijd. Maar als wij kijken naar, niet naar één wedstrijd, maar als we gewoon kijken naar God in zijn geheel en hem bestuderen en ons hem zijn aandacht geven. Dag en nacht zijn mijn ogen gericht op hem. Mediteer ik, overdenk ik zijn woorden. Man, hoeveel ontzag gaat het wel niet opbrengen? En hoe makkelijk gaat het dan niet worden om hem te aanbidden? Het is een aansporing, want des te meer we naar Jezus kijken, des te meer we niet alleen op hem gaan lijken, maar des te meer we hem ook gaan volgen. Ja? De psalmen spreken ons aan van om niet alleen te vertellen over Jezus, maar ook te vertellen over de grote daden van de Heer. Hoe kunnen wij grote daden van de Heer verkondigen vanuit ons eigen leven als we hem niet kennen?
laten we hem nog meer kennen. En ik bid gewoon voor honger bij iedereen om nog meer hem te leren kennen, nog meer achter hem aan te gaan. Niet vanuit van, oh, ik moet het doen, want anders gaat het niet goed met me. Nee, vanuit de liefde. Voorbij de gehoorzaamheid is er een liefde, omdat je weet, ik ben zo'n geliefd kind van God. En Maria, zeg maar, die dat kruikje, of de vrouw die dat kruikje, zeg maar, kapot gooide met wat zo'n hoge waarde had, deed dat niet omdat Jezus dat van haar vroeg. Ze deed dat omdat ze hem zo lief had. En Maria die aan de voeten ging zitten, dat was de Maria, die aan de voeten ging zitten, deed dat niet omdat ze niet mee wilde helpen. Ik zie een frons bij Henriette. Zit niet helemaal goed? Die ging niet aan zijn voeten zitten omdat ze niet mee wilde helpen. Nee, ze ging aan zijn voeten zitten omdat ze hem wilde. En ze had het beste deel verkozen. Seek first the kingdom. Laten we dat doen. Van hem is ook de zee, want hij heeft haar gemaakt. Zijn handen hebben het droge gevormd. Kom, laten wij ons neerbuigen en neerbukken. Laten wij knielen voor de Heer die ons gemaakt heeft. Want hij is onze God. En wij zijn het volk van zijn weide en de schapen van zijn hand. Opnieuw, hij heeft je niet alleen gered, hij heeft je ook gemaakt. Als hij je gemaakt heeft, weet hij ook het allerbeste, jouw bestemming. De ingrediënten die in het gerecht zitten. De chef die weet dat. Ja, God heeft jou gemaakt, zo samengesteld, op zo'n bijzondere manier. Dat je hem vertegenwoordigt, dat je hem representeert. En dat hij ook weet van, hé, maar daar kom jij het beste tot bestemming. Kan je dan niet meer normaal leven? Kan je dan niet meer zelf kiezen wat je op je brood doet of wat voor kleren je aantrekt? Moet je overal God bij betrekken? Ja, mag. Maar je mag ook gewoon wandelen in het vertrouwen. Je hoeft niet krampachtig te worden van, God, moet ik nu links of rechtsaf? Nee, je mag met hem wandelen in dat vertrouwen. En tegelijkertijd weten van, hé, hij heeft het beste met mij voor. Hij heeft niet mijn ongeluk voor ogen, maar mijn geluk voor ogen. Hij is de God die mij vooruit gaat. Hij is ook achter mij. Dus wanneer ik fout ga, wanneer ik een fout maak, mag ik weten, hé, ik heb een backup. Ik heb niet een backup plan, maar ik heb iemand die mij letterlijk heeft in zijn hand. Ik val er niet uit. Oké, dat was een stomme keuze. Ging niet lekker. Ik ga verder. En bij grote keuzes zou ik altijd hem wel betrekken natuurlijk. Niet zomaar denken van, oh, ik ga even verhuizen met mijn gezin of zo. Want de Heer, ik denk dat de Heer dit tegen mij zegt. Dat zou een beetje gek zijn. Anyways, dat is een heel ander thema weer. Laten we knielen voor de Heer die ons heeft gemaakt, want hij is onze God. En wij zijn het volk van zijn weide en de schapen van zijn hand. Hij is onze God. Er zit ook zo'n commitment in. Hij is onze God. God van Abraham, Isaac en Jacob. De God van Rob. De God van, vul je eigen naam in. Constant commitment en een verbond. En wij zijn het volk van zijn weide. We horen bij hem. We zijn letterlijk deel van zijn koninkrijk. En we leven nu via een heel ander pad. Een heel ander, in andere principes. En dat is iets waar we, als je Jezus in je hart hebt gekregen. Als je hebt gezegd, nee, ik leef nu niet meer voor mezelf. Maar Christus leeft in mij. Dan mogen we ook op een andere manier leren leven. Want we leven niet meer in het koninkrijk van de duisternis. Maar we leven in het koninkrijk van het licht. Er zijn andere regels. Er zijn andere principes die gelden. Vergeving is er zo eentje, zeg maar. Dat zelfs Jezus zegt van, hé, maar word je in je gezicht geslagen? Draai je andere wang toe. Hoe dan? In welk koninkrijk werkt dit? In het koninkrijk van God. Want we hebben een andere input. We hebben een andere drijfveer. En dat is de drijfveer van de liefde van God. Die daar bovenuit gaat. En de schapen van zijn hand. Hij is persoonlijk betrokken. En in Lucas staat dat natuurlijk, hè, over die huurling en de ware herder. Jezus is de ware herder. Hij is de goede herder. De huurling die zegt, hey, dit zijn niet mijn eigen schaapjes. Ik ken ze een beetje. Het wordt nu gevaarlijk. Er komt nu iemand op af. Ik heb risico. Ik ga weg. Jezus zegt, ik zal dat nooit doen. Ik ben altijd bij je. Waar je ook maar bent. Ik wil je zeggen, ik moet even kijken naar Martien. Je gaat wel eens naar gevaarlijke landen. Je gaat wel eens naar landen of plekken waar ze zeggen, het is gevaarlijk. Maar het centrum van Gods wil, in zijn wil wandelen, is de veiligste plek waar je kunt zijn. Israël was in de woestijn veiliger dan dat ze in Egypte waren.
Ze waren met God in de woestijn op weg. En hij beschermde ze. Dan gaan we naar vers 7b. Heden, indien u zijn stem hoort, verhard uw hart niet, zoals de Meriba, zoals de dagen van Massa in de woestijn. Het eerste woord hier is heden, vandaag. En vandaag is ook iets wat God vandaag wil meegeven aan ons. God spreekt tot ons vandaag. God vraagt je misschien iets om te doen. En hij is bewust van tijd. Hij staat boven de tijd. En daarom is het belangrijk om hem na te volgen. Als je de regisseur van het leven, zeg maar, durft te vertrouwen, ga je achteraf ook zijn timing zien soms. Dat moment dat ik dat woord gaf aan die vrouw achter in de zaal, ik wist niet wat het zou doen. Maar hij wist het wel. En daarom mogen we hem dus ook vertrouwen. Today, als hij je vandaag iets vraagt, reageer meteen. Direct. Wees vertrouw maar op hem. En als je merkt, het is zo spannend, dan wil ik je vragen om niet gelijk de angst de overhand laten krijgen, maar om eerst naar hem te kijken. Heer, wat zegt u hierin? Ik vind het lastig, dat mag dus zijn. Soms doe je dingen niet in één keer. Of je bent echt een supermens of zo, maar dat ben ik niet. Ik niet tenminste. Maar Heer, wat zegt u? En dan komt hij met zijn geest. En dan leidt hij je. En soms zijn er mensen die je kunnen helpen ergens in. En dat is gewoon echt weer supermooi. Omdat God ons daarin ook wil helpen. Net zoals die vader dat zei. Hè? Hey, Heer, kom mijn ongeloof tegemoet. God is gewillig om tegemoet te komen aan ons. We moeten niet daar staan. Nee, hij komt naar ons toe. Indien u zijn stem hoort, dat indien triggerde mij wel. Want als wij zijn stem horen, dan hebben we daar een verantwoording in. En als we het elke keer zeggen, God is een gentleman, de Heilige Geest is een gentleman. Als wij elke keer zeggen, God nee, 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 nee. Dan kan je minder gevoelig worden voor de stem van God. En ik heb dat zelf meegemaakt in een tijd van mijn leven dat ik echt de andere kant op ging. Dat ik dacht van, het is voorbij, het boeit niet meer, mijn leven is niet meer waardevol voor God. Dat ik merkte van, hé, hij spreekt niet meer. Ja, logisch. Je loopt de andere kant op. Je negeert de nudges, het aandringen van de Heilige Geest. Dat, die dingen zoals bijvoorbeeld, pak je Bijbel eens. Lees eens even. Je bent nu geïrriteerd. Pak die Bijbel eens. Dat is voor mij echt een ding, zeg maar. Als ik chagrijnig ben of zo, dan moet ik eigenlijk eventjes Bijbel lezen. En dan merk ik dat er weer een vrede komt. Of dan merk ik weer dat er... Ik zie sommige mensen als ze kijken. Ja. Dan merk ik dat er gewoon weer vrede komt. Is er niemand die is chagrijnig? Nee, jullie zijn altijd zo... Leuk. Ah, geweldige mensen. Hey. Vertel mij hoe jullie dit doen. Voor mij... Arnold? Bijbellezen. Supergoed. Sporten helpt ook. Zeg maar gewoon even dingen doen. Maar me vullen met God op dat moment. Dat is echt een hele goeie. En Alissa zegt het ook wel eens. Volgens mij moet je even met God praten. En dan, dan weet ik wel van, ja, ik kan er nu tegenin gaan. Maar eigenlijk is het wel wat ik nu echt nodig heb. Verhard uw hart niet. Zoals de Meriba. Zoals in de dagen van Massa in de woestijn. Want daar stelde uw vader en mij op de proef. Wat gebeurde daar nou precies? Het volk van Israël gooide die stem van God, dat wat hij van hen vroeg, dat gooide ze eigenlijk een beetje weg. Bij Massa en Meriba waren ze dorstig. Ze hadden geen drinken. Maar ze waren al wel een hele tijd in de woestijn geweest. En ik denk dan echt van, what the heck? Hoe kan dit dat je met God, je bent bevrijd vanuit Egypte, je hebt het leger van de farao in de Schelfzee kapot zien gaan. Je bent zelf door een zee gegaan met twee muren, zeg maar. Je hebt eten gehad. Kwakkels, manna. De kleren van de Israëlieten gingen niet eens kapot. Dat staat allemaal in Exodus geschreven. Ze waren zo lang in de woestijn, maar de kleren gingen niet eens kapot. Er werd niemand ziek. There was no feeble among them, staat er in het Engels. Er was geen iemand zwak of ziek, waardoor ze niet verder konden trekken. Dat is een wonder met miljoenen mensen op stap zijn. Met een gezin kan het al lastig zijn als je twee weken in Frankrijk zit. Hallo? Dit is een wonder, dit is bovennatuurlijk. De bovennatuurlijke tekenen dat God bij hen aanwezig was en met hen was, waren onmiskenbaar aanwezig. Toch presteren ze het om te zeggen, hé, ja, ik vertrouw het niet.
De psalmen zeggen dat het volk wel de werken van God zagen, maar niet onbekend waren met de wegen van God. En voor ons is er een les in. En speciaal voor kinderen die opgroeien in een christelijk gezin, wil ik je deze meegeven. Het kan zijn dat je van alles hebt zien gebeuren. Je hebt mensen tot geloof zien komen. Je hebt mensen misschien genezen zien worden. Je hebt bevrijdingen gezien. Je hebt de kracht van God gezien in je leven. Maar alleen dat zien zijn de werken van God. En God nodig je vandaag uit om ook zijn wegen, hemzelf, te leren kennen. En dat is niet alleen voor de kinderen, dat is ook voor de volwassenen. Want je kan je hele leven in de kerk zijn en alles hebben meegemaakt. En denken van, wauw, die preek, daar had hij een ander bruggetje moeten maken. Je kan een expert worden op het gebied van christendom. Maar de wegen van God nog steeds missen. En dit is zo weer, dat het zo'n simpel woord. En ik voel me ook heel vaak heel simpel als ik iets breng. Maar het is zo de simplicity, die eenvoud. Waardoor een kind van 4 een woord kan spreken vanuit zijn hart. Wat je in vuur en vlam zet. En denkt, ja inderdaad, soms is het ook gewoon zo simpel. Is het zo eenvoudig, maar zo'n diepgang. Daar stelde uw vader en mij op de proef. Door ongeloof. Door ongeloof testen we dus eigenlijk gewoon God. Daar beproefden zij mij. Hoewel ze mijn werk zagen. Ze zagen het, maar ze konden zijn wegen niet. Daarom gingen ze hun eigen weg. 40 jaar heb ik gewoogd van dit geslacht. Heftige taal. Ik heb gezegd, ze zijn een volk met een dwalend hart. Met hun hoofd waren ze er wel bij, maar met hun hart waren ze er niet bij. Dat is een gedeeltelijk hart, een verdeeld hart, spreekt de Bijbel dan ook over. En zij kennen mijn wegen niet. En daarom kozen ze hun eigen wegen. 11. Daarom heb ik in mijn toorn gezworen, mijn rust zullen ze nooit binnengaan. Oeh. Heftig. Ik zou echt niet willen dat God dit over mij zegt. En ook niet over ons. En ik geloof ook niet dat hij dat hoeft te zeggen als wij reageren op zijn roep. Weet je wat het mooie is? Want er zijn 2 gedeeltes in deze psalm. Psalm 95. Het eerste gedeelte is zeg maar de aanbidding naar God. Maar wat gebeurt er als wij hem aanbidden? Wanneer ik hem aanbid, wanneer ik hem zie, wanneer ik hem mijn aandacht, mijn liefde betoon, dan gebeurt er iets met mijn hart. Mijn hart wordt namelijk zacht. Verhard je hart niet. Nou, dat gebeurt niet eens in die aanbidding, want ik ben in contact met hem. En dus is het zo fijn dat we elke keer weer beginnen met aanbidding. Het is zo blij, is het ook zo fijn dat je zelf gewoon thuis tijd van aanbidding kan hebben. Je hoeft niet eens zelf mooi te zingen. Je kan ook gewoon aanbidding aanzetten en gewoon soms gaan liggen. En laat hem maar spreken. Het is goed om ook zelf te zingen natuurlijk. Maar er zijn zoveel verschillende vormen van aanbidding. Het is niet altijd met muziek. Misschien is het voor jou wel gewoon dat je gaat wandelen met God. Misschien is het voor jou wel dat je aan het creatief bezig bent. Of dat je teksten schrijft. Of weet ik veel. Met hem. Dat is het. Henoch wandelde met God. Dat is het. Een vriend zijn met God. Of van God. Abraham die was dat. Omdat hij ook God volgde in wat hij deed. En Jezus zegt dat ook. Ik noem je mijn vriend. Als je ook doet wat ik zeg. Ja? En daarachter ligt nog die diepere liefde. Die we nog meer mogen ontdekken. Ik kijk eventjes of ik hier nog iets van moet delen. Gods rust. Ja, ik heb hem nu heel negatief gelezen, want zo staat hij er ook. Mijn rust zullen zij nooit binnengaan. Maar als je hem omdraait, dan is er dus ook een mooie rust. Een rust vanuit God. Een eeuwige rust, een geestelijke realiteit die er voor ons is. God rustte van zijn werk naar de schepping. Wij mogen rusten, in zijn rust ingaan vanuit zijn volbrachte werk. Volbrachte werk van Jezus Christus. Hij is voor ons aan het kruis gegaan. Voor een ieder van ons aan het kruis gegaan. En hij heeft daarin de weg gebaand door het Heilige der Heiligen. Zodat we gewoon naar God toe kunnen gaan. En doordat hij dat heeft gedaan, is hij degene die ons ook binnengaat en ons binnen laat gaan in die rust. Die rust die je soms niet kunt verklaren. Wat ik net ook al zei, hè? Met die gekke dingen die kunnen gebeuren. De curveballs die kunnen gegooid worden naar je in het leven. Maar hij heeft die rust voor ons. In die tijd dat ik zelf aan het dwalen was,
heb ik heel even een moment gehad dat ik merkte van, die rust, die is niet vanzelfsprekend. Ik sta nu op een punt dat ik dat voor altijd weg kan gooien in mijn leven, of dat ik hem weer terug ga naar hem. En ik ben blij voor zijn genade en ik ben blij dat ik weer terug mocht keren daarin. Maar dat is niet een vanzelfsprekendheid. De relatie met God is niet een vanzelfsprekendheid. En ik wil je daarin dus ook gewoon uitnodigen vandaag. Als God vandaag tot je hart spreekt. En ik wilde eigenlijk de band vragen om naar voren te komen. De one man band. En ik wil hem zo ook teruggeven. Maar dit is wel de uitnodiging die ik voel vanuit God. Als jij niet zeker weet, als je geen geloofszekerheid hebt. Dus niet die rust hebt. Omdat je bij hem hoort, dat jij zijn kind bent. En dat al zou je er niet meer zijn. Al zou je je ogen dicht doen. Dan zou je er niet meer zijn. Dat je dan bij hem bent. Als je dat niet weet. Zeg God vandaag. Kom en aanbid mij. Kom en ken mij. Kom en leer mij kennen. En ik weet niet of ik nu verder mag gaan. Of niet. Yes. Ik wil je vragen om gewoon even je ogen te sluiten daar. Mag ik jullie nog iets vragen? Willen jullie misschien gewoon gaan staan? Oh. God houdt van je. En hij wil je vandaag uitnodigen. Uitnodigen om thuis te komen in zijn gezin. En ik wil je vragen dat als jij weet van hey, dit is voor mij. Dit is vandaag mijn dag van redding. Ik wil zijn naam aanroepen en weten dat ik voor eeuwig gered ben. Dat ik bij hem ben. Dat ik zijn kind ben. Dan wil ik je vragen om op dit moment gewoon je hand op te steken. Als er mensen zijn die op dit moment twijfelen, dan wil ik je vragen, stap voorbij die twijfel. Zijn liefde reikt uit naar jou. En laat vandaag niet een dag zijn dat je denkt, oh, had ik het maar. En ik hoef jou daar niet in te overtuigen, je mag zelf die stap zetten. Dus doe het alleen als jij zelf dit echt wilt. Je doet het niet voor mij. Ik ben op dit moment gewoon ook aan het zoeken. Heer, wat wilt u doen? Als je denkt, wat is die stil? Ik ben aan het kijken, want ik geloof dat God op dit moment ook spreekt tot jou. Dus focus niet alleen op mijn stem, maar focus op hem. Aanbid hem maar. Vraag maar, Heer, wat wilt u nu bij mij doen? Ik geloof dat er mensen zijn die woorden of opdrachten van God hebben gehad. Die misschien een beetje onder het stof zijn komen te liggen. Dat God opnieuw die aandacht er weer bijbrengt. Van hé, maar weet je nog dit? Dit hadden wij samen nog. Dit is een dingetje waar nog geen to-do vakje is afgestreept. Zullen we samen weer verder gaan? Als jij dat bent, wil ik je vragen. En je wil die actief vastpakken met God. Wil ik je vragen om gewoon je hand op te steken. En dan naar hem te zeggen van yes, dit is mijn daad van geloof. Heer, we gaan verder. We gaan verder. Jezus. Jesus, Jesus, Jesus. Kuro Romana Machi. Jesus. En ik wil gewoon bidden voor dit hele huis. En daarmee geef ik hem dan ook straks terug aan Friso. Vader, ik dank u voor het voorrecht om uw woord te brengen. Heer, ook al voelt het soms zo simpel en eenvoudig wat je brengt. Dank ik u voor de vreugde vanuit uw woord. Dank ik u, Vader, dat het leven brengt.
Heer, ik dank u voor dit huis. Ik dank u voor elke gast die ook hier is vandaag. Ik dank u, Vader, voor uw mensen, want dat is wat ze zijn. Dank u dat uw woord voedt. Nog meer dan eten of drinken kan. Heer, en ik bid gewoon dat u verder gaat met dit woord. Ik bid, Vader, dat we aanbidders zullen zijn in geest en waarheid. Met zulke mooie, open, zachte harten. Dat we daarin grote daden kunnen doen, met en voor u. Jezus, ik bid, Vader, dat daarin geen concurrentie zal zijn, maar dat we elkaar zullen aanvuren als broers en zussen. Met de ogen gericht op u. Heer, dat we zullen een ijver zullen hebben, Heer, naar uw wil. Heer, niet omdat we daarmee iets kunnen verdienen, maar dat we gewoon als die arend zullen opstijgen op die genade van u. Niet vanuit eigen werken, maar vanuit uw genade. En omdat als we zelf iets bouwen, dan is het een zandkasteel en dan stort het zo weer in. Jezus, dank u wel voor al de grote daden die vanuit dit huis zullen gaan komen. Voor elk persoon, Vader, die uw naam zal spreken, uw woord zal spreken en waarop u zult bewegen. Jezus, dank u wel voor de kinderen, Heer, die zo krachtig zijn in uw koninkrijk. We willen hun ook gewoon alle ruimte geven om gewoon te spreken en op hun manier God te laten zien. Jezus, ik dank u, Vader, voor dit moment van overgave. En ik spreek daar leven over uit. Ik wil het ook gewoon verzegelen in de geest, in de naam van Jezus. Ook de mensen die net hebben gezegd van, Heer, ik kies ervoor om u mijn Heer en Maker, Heer en Redder, mijn Meester te laten zijn. Heer, en ik dank u daarvoor, in de naam van Jezus. Amen. Bedankt, Kuma. Misschien heb je je hand omhoog gedaan vanochtend. En, dat is soms een moeilijke stap, soms een grote stap voor sommigen. Maar ik wil bemoedigen voor wat de reden mag zijn waarom je je hand omhoog gedaan hebt. Geen vragen om iemand te vertellen de reden waarom je dat deed. En als nodig vraag de persoon om met jou te bidden. Vind iemand die je kan vertrouwen. En, het is zo belangrijk, weet je. Het christelijke leven doen wij niet alleen. Wij doen het samen met elkaar. En vind iemand tegen wie je kan zeggen, ik heb mijn hand vanochtend omhoog gedaan voor deze reden. En kan je even met me bidden en met me staan? En check dat het oké met me gaat aankomende week. Vrienden, we gaan afsluiten. Kuma, bedankt. Echt een krachtige preek, powerful preach. En het laatste lied die gezongen zal worden in deze ruimte door Life Church Nijkerk. Het is een moment. Ja, het is een moment. Het is een moment. 8,5 jaar zijn we in dit gebouw. Dit is niet de sanctuary. Hier is de sanctuary van God. De plek waar God woont. Maar dit gebouw is een stuk gereedschap voor ons geweest. Vele van jullie zijn of tot geloof gekomen in dit gebouw. Of jullie zijn gegroeid in jullie geloof in dit gebouw. En het draait niet om deze plek. Het draait om deze gemeente die samenkomt hier. En we gaan afsluiten met het lied Jezus, hoop van de volken. Want daar gaat het om. Het draait om Hem. Het draait om Zijn naam. En laten we gewoon ons laatste lied in deze ruimte gewoon samen zingen uit volle borst. Kijk naar Hem, zoals Kuma zei. Vergeet wie naast je is. Richt je op Hem. Hef je handen naar Hem als je dat wil doen. Knielen voor Hem als je dat wil doen. Maar laten we Jezus eren op dit moment. Yes. En dat geloof nemen wij mee als wij het hier afsluiten. En ik zag, ja, ik stond van voorin, maar ik zag wel wat mensen die even zo deden. En dat is helemaal niet erg, dat is heel erg goed. Dus we zijn blij en dankbaar met alles wat we hier hebben ontvangen. Bij binnenkomst zag ik vanmorgen weer die drie banners staan. Aanbidding, liefde en vreugde. En die banners die gaan mee die kant op. Dus als u gast bent, Watergoor, Sportel Watergoor. Die banners gaan mee. Dat is volgens mij ook het fundament waarin wij ook leven als gemeente. En Jezus gaat mee. Hij is daar al. Hij is daar al een weg aan het voorbereiden. En we sluiten het hier af. Ik wil danken. En dan heel kort Julia nog het woord geven voor kamp. En als je dus wil meehelpen, tik Robert even op zijn jasje of zijn shirtje. Ja? Verwacht niet dat je dan direct voor 3 jaar lang eraan vastzit. Elke ochtend om 7 uur, zondagochtend daar. Helemaal niet, maar echt serieus mensen. Hoe meer handen, hoe lichter het werk.
Ja? Trouw lieve God, Vader in hemel. We danken u, Vader, voor de tijd die we mochten ontvangen op deze dag. Dank u wel, Vader, dat we mochten horen wie u bent, wat u geeft. Dank u wel, Vader, dat deze dag nog niet voorbij is. En als je het idee hebt gehad, ik heb misschien nog niet mijn hand in de lucht gestoken. Of dat nou direct heel hoog is of niet. Vader, wil ik u bidden. Wilt u in ons hart geven dat deze dag niet voorbij is en dat we ook straks thuis nog steeds naar u toe kunnen gaan. U bent de God die er altijd is. Vader, wil u danken voor deze dienst. Wil u danken voor deze tijd hier in Karentien. Vader, dank u wel voor de gunst die we mochten ontvangen. Dat we hier als kerk samen konden komen. Dat hier mooie herinneringen liggen. Dat hier feest is geweest. Dat we uw naam konden aanbidden. En we zegenen deze plek. En we zien uit, Vader, naar wat u geven gaat in de sportal in Watergoor. Dat we daar mogen groeien in geloof. Dat we daar mogen groeien in aantal, niet als doel, maar om mensen bij u te brengen. Vader, en daar zien we naar uit. En daar zien we verwachtingsvol naar uit wat u gaat doen. Ik wil u zegenen hoofd voor hoofd in Jezus' naam. Amen. Ja, ik vroeg me nog wel even af. Waar zijn de 15 tot 19-jarigen hier zo? Kans is dit. Ik ga ervan uit dat jullie je ticket allemaal al hebben. Ik ga jullie ondertussen niet meer motiveren, want dat hebben we volgens mij al wel redelijk genoeg gedaan. Wil ik even van de rest weten, wie kent er allemaal 15 tot 19-jarigen? Nou, ik ga uit dat het toch nog wel wat meer mensen zijn. Kijk, dat bedoel ik. Je komt er wel. Oké. We gaan over een paar weken gaan wij op kamp. En dat doen we niet alleen met de jeugd van onze kerk. Dat doen we met de jeugd van de Kerk van God. En dat is net iets groter dan dit gebouw. Daarom gaan we naar een ander gebouw. Maar dat is ook iets groter dan de mensen die hier nu zijn. Dat betekent dat als jij buurtkinderen hebt van 15 tot 19. Dat betekent dat als jij mensen op je werk hebt van 15 tot 19. Dat betekent dat wie jij ook hebt in je familie van 15 tot 19. Waar ze ook vandaan komen. Ze zijn gewoon welkom. En het lijkt me ontzettend leuk om ze allemaal te ontmoeten. En om dan te horen wie nou allemaal via wie is gekomen. Maar ik heb ook mensen uitgenodigd die ook niet uit Nijkerk komen. Die ook van net wat verder afkomen. Die hier nooit in de kerk zouden kunnen zitten of kunnen komen. In elk geval niet op een soort standaard wekelijkse basis. Maar ik weet dat ook die mensen ontzettend leuke tijd gaan hebben. En geloof mij, de mensen die jij kent van 15 tot 19 gaan meer spijt hebben dat ze niet zijn gekomen dan dat ze wel zijn gekomen. Dus nodig ze nog even uit. Dan ben ik ontzettend benieuwd wie ik allemaal tegengekomen daar zo.